Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Sabine's Cravings. Vandaag ga ik iets maken wat supergoed bij dit nieuwe seizoen past, namelijk het food truck seizoen. Misschien ben je van het weekend al bij Rollende Keukens geweest in Amsterdam. Of vorig weekend was het volgens mij in Maastricht. En dit gerecht maken ze misschien niet bij de Rollende Keukens, maar dat kan je wel super makkelijk zelf thuis maken. En ik vind het echt een van de allerleukste foodtruckgerechten die er is. Misschien heb je de film Chef wel al gezien. Deze film komt uit 2014 en het gaat over een chef-kok die ontslagen wordt en die begint een foodtruck samen met zijn zoontje en zijn beste vriend. En die maken dus Cubano. En deze broodjes komen uit Cuba. En ze bevatten heel veel vlees, kaas en een zuurtje van de augurk. En ik denk echt wel de allerlekkerste broodjes aller tijden. Dus deze gaan we vandaag maken. Je begint met de slow-cooked pork, dus de ham. En die ham die kan je heel goed zelf thuis maken, deze ham. Ja, ik zal hem even laten zien. En die kan je heel erg goed zelf thuis maken, maar je kan hem tegenwoordig ook gewoon in de supermarkt kopen. En dan hoef je hem alleen nog eventjes in de oven te doen met wat saus en dan is hij klaar. Dus dat lijkt mij perfect voor de maandag. Deze ga ik er even uithalen, want dan ga ik hem in plakjes snijden. Die gaan we dus straks gebruiken voor de broodjes. En je kan deze dus ook gewoon zelf thuis maken door hem eerst 12 uur lang te marineren. Die ham, dat zie je dus ook hoe ze dat in die film doen. En dan kan je hem ongeveer 6 uur moet je hem in de oven doen. Maar wij spelen dus een klein beetje vals. Nou, ik snij hem in dunne plakjes. En het is wel leuk, want in die film zie je dus ook hoe ze dat allemaal doen. En die scènes zijn echt verrukkelijk om naar te kijken. Dus ga hem vooral een keer zien. Dus ik haal mijn inspiratie haal ik ook wel uit films. Ik vind het echt super leuk om dat te zien. Nou, dit ziet er toch heerlijk uit. Leg het even aan de kant. Dus dit gaan we gebruiken. Dan heb ik hier nog een grillpan. En ik heb hier alvast wat broodjes in gegrild. Dit zijn de ciabatta's. Die kan je ook gewoon in de supermarkt kopen. Het lijkt het meeste op wat ze in die film gebruiken. Ik haal deze er nu eventjes uit. En laat ik jullie even zien hoe je dat dus eigenlijk doet. De ciabatta's heb ik heel kort eventjes afgebakken. En die snij ik dan door de midden. En wat ze dus ook in die film doen, is ze besmeren het broodje aan beide kanten met boter. En dat geeft ook echt zo'n lekkere smaak. Je moet niet op dieet zijn voor dit broodje. Zo. Met boter. Andere kant. En ik hoor al dat mensen er zin in krijgen als ze die ham zien. Nou, als je die film ziet, dan krijg je ook echt onwijs veel zin in van alles. Maar ik hoop jullie dat idee al een beetje mee te geven. Zo. Even een pitje aan. En dan grill ik als het ware dat brood zo even snel. Hoeft maar heel kort, dat doen ze in de film ook heel kort. Dan heb ik hier een hele zware pan. Want ik ga jullie laten zien hoe je eigenlijk gewoon zelf thuis een soort grill kan creëren met een grillpan en een pan. Je hoeft daar dus niet per se een panini-apparaat of wat voor andere moeilijke apparaten voor te hebben. Dus het broodje keer ik eventjes om. Dan haal ik hem eruit. Pan laat ik aanstaan. En dan begin ik met de saus. Nou, ik heb hier mosterd en mayo. Die mix ik eventjes in deze superleuke saus dispenser. Super Amerikaans allemaal. En er wordt gevraagd of ik het niet heel erg warm heb. Nou, ik begin het wel een beetje warm te krijgen. Maar dat komt ook door die pan natuurlijk. Het is lekker warm weer vandaag, hè?
Maar dit broodje kan je dus ook gewoon op de barbecue maken. Dat is nog eens origineel, hè? Dus ik doe er een beetje mayo en mosterd in. Dat schud ik eventjes. En daar besmeer ik mijn broodje mee. Kijk eens hoe profi. Zo. Dan heb ik hier Emmentaler kaas geraspt. Dat gaat er eerst overheen. Dan die plakken ham. De slow cooked. Twee plakjes. Heb ik hier nog een pan, die zet ik eventjes aan. Dan ga ik heel eventjes kort de achterham aanbakken. Dunne plakjes. Want die gaan er ook nog op. Zo. Dus ik heb hier de Emmentaler, de slow cooked pork. En dan heb ik hier nog plakjes Emmentaler. Zo. Die gaat er ook op. Nogmaals, dit heb ik zo verzonnen, want dit komt het dichtst bij van wat ik in de film heb gezien. En wat je allemaal in Nederland kan kopen. Maar misschien hebben jullie ook wel een leuk gerecht voor zo'n of een recept voor zo'n broodje. Dus laat het vooral weten. Dan heb ik hier plakken augurk. Die gaan erop. Nou, mijn ham is wel eventjes lekker een beetje aangebakken. Dus die plakjes gaan er ook op. Pannetje uit. Dan nog een klein beetje geraspte kaas. En de bovenkant op. Weer even besmeren met boter. En die gaat zo in de grillpan. De andere kant. En daar leg ik eventjes die zware pan op. Zo. En Veronique vraagt of je er ook gebakken ei op kan doen. Zeker weten doen. Ik zou zeggen, ga lekker een beetje variëren. En kijken wat jij het lekkerst vindt. Ik ben benieuwd naar al jullie eigen recepten. Kan je natuurlijk altijd delen op Smulrap. En dan zie ik het ook. Superleuk. En het is wel leuk, want in die film vraagt die chefkok dus aan zijn zoontje, die nog heel erg jong is. Die vraagt om hem er de hele tijd bij te blijven. Om te kijken totdat de kaas gesmolten is en het broodje een beetje goudbruin is. Nou, dat is natuurlijk onwijs mooi om te zien. Jullie kunnen het nu niet zien. Jullie kunnen nu niet voor mij kijken. Ik zal even laten zien. Het ziet er al goed uit. Ik zie die kaas al een beetje smelten. Oh, top. Joel heeft het even gefixt voor jullie. Dat je de zijkant een beetje kan zien. Super. Nou, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jullie allemaal maken op zo'n warme dag. Waar heb je zin in? Want dat vond ik wel echt heel erg moeilijk om te bedenken. Wat eet je nou en wat zijn je echte cravings als het zo warm is? Ik hou bijvoorbeeld heel erg van watermeloen. Loesje heeft vrijdag al een super lekkere watermeloensalade gemaakt. Die maak ik ook super vaak als ik ga barbecuen. Maar ja, misschien hebben jullie ook nog hele leuke ideeën. Dus laat het weten of iets wat wij kunnen maken. Zo. Even kijken hoor. Nou, deze ga ik even omdraaien. Ah, top. Het ziet er zo goed uit. Pan er weer eventjes op.
Zo. Heb ik hier nog van die mooie mandjes? Zo. Nou, daar doe ik natuurlijk van die typische servetjes in. En dan hebben we zo ons eigen gezellige foodtruck. Kaas ziet er al goed uit. Die kaas moet nog wel even smelten. Wilma zegt tzatziki met gegrilde kip en stokbrood en sla ertussen. Ik hoor dat Wilma tzatziki eet met gegrilde kip. Super lekker. Lijkt me ook heel lekker. Misschien kan je het recept delen, Wilma. Ik was ondertussen even mijn handen. Oké. Ik denk dat het broodje wel klaar is. De echte Cubano. Ik ga hem uit de pan halen en ik ga hem in stukjes snijden. In de film snijden ze hem in drieën. Om alle drie een hapje te proeven. Dat doe ik nu ook gewoon. Het zijn best wel stevige broodjes. Kijk eens. Ze zijn nog een beetje warm, maar ik zal eventjes de binnenkant laten zien. Dan zie je al die mooie laagjes. Zo lekker. Die leg ik dan eventjes leuk zo in het mandje. Gezellig. En ik ga natuurlijk even proeven. Het recept komt hierboven te staan. Ik ga het thuis allemaal lekker maken. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal maken op de barbecue of op zo'n dag als vandaag thuis. Laat het weten. Als je het leuk vindt om naar ons te kijken, deel en like het filmpje. Volg ons ook op YouTube en op Instagram. En we zien jullie morgen weer. Tot morgen.